Moet je luisteren, wat een muziek, joh. Ik weet niet bij welke cultuur dit hoort, maar... Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En het is de laatste van de drie die we vandaag gaan indienen, weggeven, hoe je het ook wil noemen. Uit de kofferbak doen. Uit de kofferbak. Kees, ja. Jij was de winnaar, hè? Ja. Dus, nou, alsjeblieft. Hartstikke bedankt. Dat is leuk, Kees heeft die prijs gewonnen en hij zit net te vertellen dat hij de helft van de tas alweer weggegeven heeft. Ja, aan iemand die het wel... Die het ook zou kunnen gebruiken, ja. Nou, eigenlijk vind ik dat wel heel gaaf. Ja. Dus je ziet het gaat soms niet eens om de prijzen. Het is gewoon even samenkomen en interactie hebben. En dat gaan we dus ook doen. Ja, leuk. We gaan gewoon even lekker zoeken. We hebben hier een soort speelterreintje. De eerste keer hebben we op een akker gedaan. De tweede keer zijn we naar de mensen toegegaan. En de derde keer gaan we recreatie doen. Dus zo hebben we toch de prijzen in... drie verschillende categorieën ook ingedeeld. Ik hoop dat je meer vindt dan ons. We gaan het zien. Ja. Het is eigenlijk wel een leuk grappie. Ik vraag altijd, als ik met iemand ga zoeken, welke metaaldetector neem je mee? Kijken of ik daarop in kan passen. En hij loopt met de Equinox. Kees loopt met... Met de Equinox 800. Ik zeg, ja, daar kan ik niet bij inpassen, want die heb ik niet. Ik heb wel een multifrequent bij me. Dus... we kennen elkaar toch nog misschien een beetje pesten. Ja toch? Ja. Even heel wat anders. Ik heb nog wat meegenomen, Maurice. Je hebt wat lekkers meegenomen. Ja, helemaal uit Brabant. Nou ja, de, is het de grens van Brabant. Grens van Brabant. De grens van Brabant. Worstenbrood. Ik ga ze nog niet laten zien. We gaan straks, als we even gezocht hebben, gaan we even lekker er bezitten. En dan gaan we ze even lekker met z'n drie opvreten. Tuurlijk, gezellig. Ja, hebben we er zin in. Ah, kijk. Vreet graag Gijs, ziet dat wel zitten. Ja, dat is ook wel lekker. Ja. Ik ben al aan het malen. Nou, zullen we nou eerst maar eens even op een gaten graven? Ja. Yes. Kijk, zij kunnen daar wel lekker gaan staan kletsen. Maar dat gaat hem natuurlijk niet worden. Hè? We moeten natuurlijk wel de munt uit de grond halen. Kijken of we een beetje de trend kunnen voortzetten zo. Kijk, dat is nou weer echt zo'n voetbalveldvondst. Ik wist eerst helemaal niet wat het was, maar dat komt omdat ik helemaal niet geïnteresseerd ben in voetbal. En ik weet ook echt niet hoe dat allemaal werkt. Maar dit schijnt een nop te zijn, die kan je onder je schoen schroeven. En dan glij je wat minder uit. En je kan je tegenstander wat harder tegen de scheen aanschoppen. Kijk, die jongens die zijn nog lekker aan het graven en het doen en het praten. En ik probeer toch de muntjes er even uit te halen. Dat is toch een beetje de wedstrijd element vandaag. Hey Kees. Ja? Jij bent wel een lucky bastard, hè? Ja, ik heb wel eens een schep gewonnen bij Geert. Ja, Johnny Geerts. Johnny Geerts, de Pro Weld 2000 Super Welding Plus schep. Ik zal je heel eerlijk vertellen, ik doe nooit mee met prijsvragen. Hè, want ik zit altijd al boven op het spek, dus ik vind dat niet nodig. Ik gun het andere mensen. Maar bij deze schep heb ik wel meegedaan. Okay. En toen heeft hij het nog een keer gedaan. Toen heb ik weer meegedaan. En toen heb ik nog een keer, heeft hij nog een keer er iets over gepost en heb ik weer meegedaan. Want ik vind het gewoon een hartstikke leuke schep. En ik vind Johnny een hartstikke leuke vent. Dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat ik nou toch een schep van Johnny in mijn handen heb. Ja, hij is wel een beetje krom getrokken. Ja, en ik weet dat hij kijkt. Want hij kijkt altijd. En hij post ook altijd een reactie. Dus Johnny, hij is in beeld hoor. Jouw schep op de Toy Soldier. Nee, geintje natuurlijk. Maar ik vind het wel hartstikke leuk. Het is een leuk schepje hier trouwens. Zeker. Dus daar ben je wel tevreden mee. Ja, daar ben ik heel tevreden. Leuk. Live dik met Gijs. Ja. Grote kuil scheppen. Kom op Gijs. Je kent het. Je kent het. Misschien is het wel Romeins, jongen.
Ja, we zitten in Alphen aan de Rijn. Daar hebben de Romeinen gezeten, hè? Weliswaar gekampeerd, maar... Ja. Met zoveelen. Dat weet ik niet. Nou... Met of zonder barbecue? Trek hem eruit. Ja, die zo diep hoeven graven. Wow! Kijk! Hey. Hoppa! 50 of 20? 50. Ja. 50 EQ? Wat? Ik zei het toch? Ja, hij zei het. Ik zei het. Had ja. Ik gevonden, hè? Ik heb eigenlijk heb ik gevonden, maar omdat hij zoveel zooi had, ik ga iets voor jou. Dit is het nu. Dit is het nu zeker. Dit is het voor 6 weken. Ja, dat voelt goed, hè? Ja. Ja, dat voelt heel goed. Geloof me. Als je al zo lang met hem zoekt, stop je daar ook mee, hoor. Ja, ja. Taak vanmiddag? Wat hebben we? Een taak vanmiddag? Ja, een taak vanmiddag. Je moet een postbank zoeken. Werp. Oh, postbank. Wat staat er dan op? Werp mij in de brievenbus. Nou, ga je dat doen? Ja. Wat zei je nou? Moet je in de brievenbus werpen? Ik stond even op. Kijk. Oh. Dat is alweer een wat oudere. Nee joh, gulden. Een gulden. Een gruzelemente gemaaid door de grasmaaier. Kan een zilveren zijn, hè? Ja, hij is geknipt. Ja, het zijn zilveren. Ja, deze ook. Hij is geknipt. Zie je dat? Ja, jij bent ook geknipt. En geschoren. En geschoren, daar. Hey, staan daar een stelletje gasten op een trommel en op een gitaar te hengsten. Dat is voor mij eventjes de lunchtoeter, denk ik. Dat denk ik ook. Zullen we even een broodje... Ik dacht eigenlijk, als we nou even een worstenbroodje gaan eten... en we gaan daarna daar aan de overkant op dat andere veld even proberen. Heel goed. Moet je luisteren, wat een muziek, joh. Ik weet niet bij welke cultuur dit hoort, maar... Ik dacht dus dat het een of ander bandje was... maar het is de voorbereiding op een Braziliaanse gevechtsdans... Nou, dus die gasten moeten nou gaan sporten. En de muziekinstrumenten die staan tegen het muurtje. Hey, na al dat harde werk. Dat doen wij eigenlijk nooit, Gijs. We gaan altijd in één stuk door totdat ik helemaal kas verrot van het veld afloop. Ja, dat doe jij altijd. Ik wil nog wel eens vogeltjes kijken. Jij ja, niet? Nee, ik stop meestal niet. Maar ik heb nou wel een hele goede reden om te stoppen. Kijk wat Kees meegenomen heb. Zo. Goed voor elkaar, Kees? Ja, toch? Pak jij de eerste dan maar. Ik heb ze wel gekregen, maar pak jij lekker de eerste. Ja, en het zijn flink ook, joh. Tas toe, Gijs. Nou, dan pak ik jou. Nee? Pak dat broodje maar. Pak hem maar. Pak hem maar. Pak hem maar. Pak hem maar. Niet die. Waar je aan hebt gezeten, met je vingers die moet je opeten. Dat heb je gelijk. Ik heb van mijn moeder geleerd. Ja, nou je hebt wel meer van je moeder geleerd wat ik niet doe. Nou, ik weet niet of jullie het zien, maar... Kijk, het is een soort van blad met kever erop. En wat is nou het verschil tussen een tor en een kever? Nou, dat zouden we straks aan Gijs moeten vragen, want die is van de beestjes. Ik noem dit nou even een kever. Hartstikke leuk. Een soort blad met een insect erop. En wat het geweest is, weet ik niet. Maar het is wel leuk, toch? Goud met diamanten! En jullie geloven me natuurlijk niet. Nou, laat ik het anders zeggen. Goudkleurig met steentjes. Ik moet niet te hard wrijven, want dan wrijf ik vast die steentjes eruit. Nee joh. De M. Ja. De M. Oh, aan deze kant is die zilverkleurig. En aan deze kant is die goudkleurig. Volgens mij is dit zo'n kwestietje AliExpress bling bling. Ja, precies. Ja. Ik ben gek op glinstertjes. Dan vind je het toch heel erg leuk. Ja? Ja, of niet? Ja, tuurlijk. Het is gewoon een aparte, grappige vondst. Het is natuurlijk gewoon, weet ik veel, een of andere pisbakken staal met glasscherven. Maar gewoon, als je het opgraaft en je pakt het er dan uit,
dan heb je toch even van, hé, dat is leuk. Ja. Nou ja, oppoetsen, lampje erop. Glinster maar. Oh, weer een tentaring. Nummer 2 al. Kees heeft gewoon een wortel gevonden. Dat is omdat je je pinpointer weggegeven hebt. Heb je nou een wortel gevonden? Ja, dat denk ik. Ja, maar het is een broche? Ik heb geen idee. Ja, er zit een speld achter. Er zit een speld, zo. Leuk. Ja, leuk. Misschien voor de... Nou, strak uit de 60. Als dat geen muntje is, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Ja, ja. Wat is het? 2 euro? Ja, 2 euro. Ja, zo zie je me weer. Je moet gewoon volhouden. Als je volhoudt, dan vind je wat. Kijk, er was iemand die heeft zijn ring verkleind met een plakkertje. We gaan nu even kijken of er een stempeltje in staat. Kan ik het zien? Is het niet het prijsje wat er nog aan zit? Nee, ik ga eerst eventjes het plakkertje eraf halen en even schoonmaken. Dan ga ik kijken of er een stempeltje in zit. Hé, een ringetje. Ik ben deze het opruimen. Hou op, ga uit toch, joh. En kijk wat ik vind. Die lag hier ook. Dat is leuk, want dit is er ook één. Dus dat zijn er dan 2. En als die zilver is, want die was zilver, dan denk ik dat deze ook zilver is. Oh, ik twijfel. Ik zie hier geen stempeltje in zitten. Gaan we goed zoeken. Ik zag wel wat. Ga eens terug. Ja, hier. Ja, ja. Ja, zilver. Maar, jongens. Ja. Het geloof je ligt toch niet. Ligt het handje er ook nog bij, of niet? Kijk. Het geloof je toch niet. Ja, joh, kappen dan. Ja, doe normaal. Hoe ken dat dan? Dit is nummer 3. Ja, dag. Nou, je ziet het toch? Ja. Geef jij hem een klap met de schep of doe ik het? Zal ik hem opheffen? Dat is nummer 3. Ja, nou ga ik natuurlijk even door. Bizar, joh. Nee, dit is het. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Ja, misschien heb er hier zo'n kraam gestaan. Maar ja, dan doe je er geen pleister om. Kijk dan. Dat is leuk. Nou, vanavond mag je thuiskomen bij Wilma. Ik mag altijd thuiskomen bij Wilma. Dan mag je er nog zoenen ook vanavond, denk ik. Ja, maar dit is geen historische vondst, dus dit mag ze gewoon dragen. Oké. Per se in de kast. Nou ja, je hebt het wel met ons gevonden, jongen. Maar dit, is de, als dit zilver is, dan moet er toch ook een stempeltje op staan? Ja. Het zal wel eenie mini zijn, denk ik. Oh, hier. Hier. Ja, hoor. En deze? Die had hem aan de binnenkant ergens. Die had hem aan de binnenkant ergens. Ja, hier. Bizar, joh. En deze, die is echt heel duidelijk. Deze zegt echt 925. Ja. Maar ik denk dat dat van dezelfde fabrikant is. Als ik dit zo zie. Niet. Ja, je zou toch wel zeggen dat enigszins... Ja. Hoe kan dat dan? Nou, dat ligt daar. Dan ga je er overheen met je schotel. En dan zegt die piep en dan ga je graven. Ja. En dan ligt dit er. Dat noemen we metaaldetectie. Ja. En dat omgelijst is metaaldetectie. En daar doe je het voor. In tussen de blikjes en de rotzooi. Hey Kees. Oh, moet iets hoger. Hey Kees, was gezellig? Het was heel leuk. Het was echt gezellig. We hadden best wel een vruchtbaar veldje. Zeker, zeker. Ondanks dat er kwam net iemand langs en die zei toch van we hebben hier wel gezocht, maar ja. Blijkbaar niet goed genoeg. Nou ja, dat laten we dan maar in het midden. Maar we hebben in ieder geval tussen zijn voetsporen doorgelopen. En zelfs Gijs legde geen windeieren. Ja, jongen, een dikke vette stapel heb ik gewoon. Nou, we gaan maar even naar de stapel. De Minelab van Kees. Ik zie leggen 2 tentharingen. Ja, die gaan naar die mensen daar. Die zijn de tent hier aan het opzetten. Een sleutel en een sleutelhanger van de postbank. 2 stukjes sieraad, een wortel en nog iets. En dan zie ik 2, 3, 4, 5, 6, 6, 20, 6, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 7,
€7,10. 7,50. Sorry. €7,50. €7,50. Ja. Dan hebben we Gijs. En Gijs liep met XP-deus. En Gijs die had 1, 2, 3, 4, 4, 20, 40, 60, 80, 5, 5, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5, 80. Wat? 5, 80. 5, 80. Helemaal niet verkeerd. En ik liep met de Apex. Ook multifrequentie. Kijk ik jou aan. En ik had 2, 4, 5, 6, 7, 720, 740, 50, 60, 70, 80, 90. Dus €8, 8,10, 8,20, 8,30, 8,40, 8,50, 8,60, 8,70, 8,75. Wat Nederland geldt. Drie ringen, een bling bling ding en een tor. Of een kever. Laten we even in het midden. Ja. Nou, we hebben lekker gezocht. We hebben een uurtje of 4-5 gezocht. Maar effectief misschien 1,5 à 2 uur. Want we hebben ontzettend veel gekletst. Er kwamen nog wat mensen kijken die wat vraagden. Er kwam nog een collega zoeker. Daar hebben we nog een tijdje mee staan kletsen. En we hebben onderling gewoon heel veel geluidjes en targets uitgewisseld. Hoe klinkt die bij jou? Hoe komt die bij jou door? Hoe komt die bij mij door? Zit daar groot verschil in? Kunnen we er wat van leren? En zo zijn we eigenlijk onderling ook lekker bezig geweest. Bedankt voor je gezelligheid. Bedankt jullie voor je worstenbroodjes. Ja. Ja. Die zijn ondertussen op, maar ik heb nog wat in de auto liggen. Dus we kunnen onderweg naar huis nog... Wat zat erin? Appelflappen. Een lekkere appelflap eten. Voor jullie, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.